Ja, dit vind ik wel fascinerend. Inflatable karate sets. Kijk, dit zijn de voeten. En dan kun je hiermee karate doen. Er zit geen pompje bij, hè? Nee, er zit ook banden bij. Voor de hele lange uitzending. Gaat hem dat worden? Ik denk dat iemand anders daar blij mee moet worden. En een leeuw. Het is erg leuk allemaal, hoor. Wat je allemaal kan vinden is wat mensen wegdoen, hè? Dat ze het allemaal wegdoen. Dat begrijp je toch niet? T-shirts. Marie-José, de weggeefkast in Zevenaar. Is lekker gevuld, hè? Goed, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Wordt er ook wat uitgehaald? Want ja, dat is de bedoeling. Wordt veel uitgehaald. Ja. En er gaat ook heel veel weer in. Heb je leuke verhalen? Ja, wat ik te horen kreeg, ergens heeft een radiootje gestaan, zo'n cassetteradio, zo'n radiootje met een cd-spelertje erin. Yeah. En er kwam een moeder met een kindje en die ontdekte net de weggeefkast, want die had ik eigenlijk nog niet gezien. En die zei, goh, ja, mag je dat meenemen? Want die avond ervoor was die radio van dat kindje kapot gegaan. Ah. En nou, die waren helemaal flabbergasted dat ze dat zomaar mee mochten nemen, ja, anders hadden ze moeten kopen. En nou, mensen helemaal gelukkig. En een paar weken later kwamen ze terug. Ja, dat ze er zo blij mee waren. Leuk hoor. Nou, een ander leuk verhaal is 4 gebruikte krulspelden. Met haar en al. Nee! Dus wat heb je erbij gedaan? Zijn die weggegaan? Die hebben weggedaan. Dat, is ja, dat vonden we niet zo. Geen gebruikte krulspelden in de weggeefkast. Graag. Nee. It's always more fun to share. Leuk. Er staan zwerfboeken in. En nou, ja, je kan gewoon je hele... Kijk dan, je juwelenkist vullen. Ja, gewoon ja, eens ja, even. Ja, ja, leuk hè? Dat nou, staat je best mooi, vind ik hoor. En dit vind ik ook helemaal top. Dat heeft iemand ooit gemaakt, hè? Ja. Lang geleden. Prachtig. Ja. Kijk op de site als u wilt weten waar de kast in uw buurt staat. En maak er gebruik van.